Hoi en wat super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Ik neem jullie weer mee. Het kan vandaag zijn dat de kwaliteit iets minder is dan je van me gewend bent. Mijn camera ligt namelijk bij de maker. Pech, die heeft het opgegeven. Hè? Heel erg jammer, maar het wordt al gemaakt, dus het komt allemaal goed. Maar ik denk om dan geen video op te nemen vind ik ook heel gezond. Want ik heb heel veel leuke frames binnengekregen en dan moet ik het gaan uitstellen. Zonde, want daarvoor zijn ze veel te leuk. Dus ik denk, ik ga het gewoon zo met jullie delen. En dan hoop ik jullie genoegen nemen met een iets mindere kwaliteit. Ik ga in ieder geval mijn best doen. En ik zou zeggen, kijk gezellig mee. Ik neem jullie mee naar de schuur, want daar heb ik dus heel veel nieuwe producten binnengekregen. Heel veel frames, maar ook andere bloemschikmaterialen die weer heel erg leuk zijn. Waar jullie de vorige keer ook heel enthousiast over. Dus ik denk, ga ik gewoon weer met jullie delen. En dan kan je ze vanaf nu ook bestellen. Het kan via www.uwelnaarbloemist.nl. En dan kun je weer heel veel leuke dingen mee doen. Ik zou ook wat ideetjes geven en zo. Dus alleen maar leuk. Dus die kant op. Zo, ik ben ondertussen bij mijn opslagruimte. En ik heb heel veel nieuws. Op de achtergrond hoor je Sam, want die is hier bij mij. Ik vind het niet te zien, maar... Die vindt het ook erg gezellig hier. Wat ik eventjes erbij wil zeggen bij de frames is... ik heb geen extreem grote voorraden, maar veel kan ik wel aanvullen. Dus is het uitverkocht, dan laat je het even hieronder de video weten. Dan ga ik het zoveel mogelijk aanvullen. Vind je het zo gezellig? Het is heel gezellig. En daarnaast, heb je een bepaald frame waar je graag een DIY wil zien, mag je hem ook laten weten. Dan ga ik er misschien binnenkort een DIY mee opnemen. Ik heb ook een aantal ondergronden waarvan ik sowieso een DIY ga opnemen. Maar laat het gerust weten. Dus hier komen ze. De prijzen staan allemaal op de website. Je kunt ze bestellen via www.uwelnaarbloemist.nl. En aan het eind van deze video heb ik nog een leuke kortingscode voor jullie. Dus mocht je het willen shoppen met een korting. Dan kan je het aan het eind van deze video laat ik het allemaal zien. Goed, hier komen ze. Ik heb veel industriële frames, want daar zijn jullie gek op en ik ook, dus ik snap dat. Deze bijvoorbeeld, en dit vind ik ook wel heel leuk om met een DIY op te nemen, maar laat me weten als jullie dat willen. Ik heb hem dus in het langwerpig en in het rond, wat ik ook heel tof vind. Ook leuk met leuke herfstmaterialen eventueel straks weer. Dan heb ik deze, die was heel lang uitverkocht, kreeg heel veel vraag naar, maar ik heb hem dus weer. Het frame wat je ook kan draaien. En deze is bijvoorbeeld ook heel leuk met de zomerse bol erin. Of een andere, die mooie herfstbol. Dat is ook heel mooi om daarin te maken. Deze is ook een frame wat ik vorig jaar ook met herfst heb opgemaakt. En toen was die snel uitverkocht en hij is er weer. Kan je dus neerzetten en wat inhangen. Wat heel handig is, is dat er al een rondje in zit waar je aan kan hangen. En als je hem daarna niet meer wil gebruiken, je kan hem uit elkaar draaien. Dus je kan hem ook makkelijk weer opslaan. Dan... deze met een voet eronder. En dit is trouwens echt allemaal hele mooie kwaliteit. Dat is echt een dikkere staal. Dus dat vind ik altijd mooi. Deze. En die heb ik voor ook in het grote formaat weer. En deze. Wat weer heel leuk is met een herfsttaartje. Die langwerpige heb ik dus ook weer in het extreem groot. Dat is heel tof. En hier heb ik al even een DIY mee opgenomen. En dit blijft gewoon echt wel een toppetje. Was ook lang uitgekocht en hij is er weer. Dus heel veel frames zijn ook op voorraad. Waar ik heel blij mee ben. En heel veel meer soorten. Dan heb ik eventueel die ronde op voet. Dus die had ik dan in het klein. Die heb ik ook in het groot. Ook leuk in een taart. Maar ook leuk om bij elkaar te zitten. Met een klein taartje en een wat grotere taart. Herfsttaart is ook heel erg mooi. Ja, we gaan richting de herfstperiode met materialen. Dat vind ik heel mooi. Want ja, je hebt gewoon prachtige materialen om mee te werken. Dan heb ik heel veel knopspelden in heel veel kleuren die we ook met DIY snel gaan gebruiken. En die heb ik ook voor een leuke aanbiedingsprijs. Dat is ook leuk, dus ik ga ze gauw bijpakken. Oké, daar ben ik weer. Ik heb het een en ander uitgepakt. Ik heb dus knopspelden in verschillende kleuren. In het paars. Ik moet helemaal wennen omdat ik mijn mobiel film. In het donkerrood. Ik hoop dat jullie het zo goed kunnen zien, maar op de website kan je het eventueel nog beter zien. In het wit, crème, heel mooi, mooi voor bruidswerk. En in het grijs, en dit is het kleine formaatje. Dan heb ik nog een middelmaatje, die heb ik ook in het crème ivoor kleurig. In het roze, ja roze paarsig is het. Ja, een beetje fuchsia kleurtje. Grijs. En in het paars, heel mooi. Die wil ik dus ook meer in de DIY pakketten gaan gebruiken. En dan heb ik nog één slagje groter. En deze kleuren zijn nagenoeg hetzelfde. Wit en ivoor.
Maar ze lijken echt heel veel op elkaar. Maar dat is nog een maatje groter. Dan heb ik iets waar ik echt op slag verliefd op was toen ik het zag. En ik dacht, dit moet ik hebben. Echt zo mooi. Kijk hoe prachtig. Het is met glas. Nou, deze komt sowieso ook bij mij in huis. Even kijken, want hij is heel goed verpakt. Wat heel fijn is voor mij met versturen. Ik ga even voorzichtig het glas uithalen en het papiertje eraf. Dan kun je zien hoe mooi het lijkt. En vooral dan met een kaars erin. Kijk dan, dat is toch echt fantastisch. Een kaars erin, bloemetjes erin. Vruchtjes straks met herfst. Ook heel erg leuk. Ja, of gewoon een leuk bloemstukje, een taartje. Je kan er alle kanten mee op. Of je kan er gewoon een boeketje op doen. Ook een hele handige vaas. Ja, het is nog geen tulpentijd, maar met tulpen is die ook heel erg leuk. Maar oh jongens. Prachtig. Ik was er helemaal enthousiast van. En dan heb ik nog een leuke ondergrond. En er komt sowieso een DIY mee online. Ik denk de eerstvolgende zelfs al. En die is ook echt heel tof. Namelijk een mango houten schaal. Heb je nou de étagère? Die is trouwens ook bijgevuld. Die zal ik zo nog even laten zien. Dan past deze er heel leuk bij. Ook later heel leuk om weer te gebruiken met fruit of wat dan ook. Maar ik heb hier een heel leuk idee mee. Iets met een leuk kransje. Wat er mooi in past. Dus daar gaan we binnenkort mee aan de slag. Maar echt heel mooi kwalitatief. Ook echt prachtig mooi hout. Dus die. Deze wordt niet opnieuw aangevuld. Maar ik heb nog enkele stukjes kunnen krijgen. En om het voor iedereen zo eerlijk mogelijk te doen. Dacht ik, ik laat het gewoon hier in een video zien. Dan kan wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Want ik had heel veel privéberichtjes gekregen. En, ja, en dan is dat soms best wel lastig. Want ik wil niemand voor laten gaan of wat dan ook. Dus voor iedereen gelijk. Ik heb er nog enkele stukjes kunnen bemachtigen. Dus die kun je nou los bestellen. Dus wees er dan echt snel bij. En dat geldt ook voor het rondo frame. Daarvan heb ik ook nog enkele stukjes bij kunnen krijgen. Ik krijg bericht zodra er iets weer leverbaar is. Maar we zitten nou op een aantallen dat het echt extreem is. Dus dat zelfs de leverancier er nu genoeg van heeft. Wat alleen maar positief is aan de ene kant. Maar wat aan de andere kant ook wel jammer is voor jullie. Dan heb ik nog een leuke aanbieding. Dat zijn deze. Die heb ik nog weer opnieuw binnen. Heel erg leuk om bijvoorbeeld aan de deur te hangen. En die heb ik gelukkig laatst met droogbloemtje in een vlog opgenomen. Twee soorten. Licht en donker en hard. Dus die vind je nou op de website. Deze is echt super leuk met een klein taartje erop. Misschien dat hij nog wel even een keer in een budget bloemstuk gaat doen. Is van PTM. Die is heel leuk. Ook mooi met een kaas erop. Dus ook leuk om te combineren met een kaas. Of een bol. Is ook heel mooi hierop. Dan laat je echt de bol zweven. Dan deze. En deze hebben verschillende inhouden. Dus dat wisselt. Dus een assortie. En die heb ik in het groot en het klein. En dit is ook heel leuk om leuke vruchten, herfstvruchtjes op te plakken. Maar denk ook bijvoorbeeld aan een paar glaasjes waar je een paar bloemetjes in kan doen. Dan heb je echt zo'n mooi raam waar je doorheen kijkt. Heel erg leuk. Ik heb er te weinig voor een DIY. Dat is wel jammer, want anders had ik een leuke DIY mee opgenomen. Maar jullie zijn ook creatief, dus jullie kunnen dat zelf ook. En mochten jullie ergens graag een voorbeeld mee willen zien, dan kan je me dat ook laten weten. Het Mango Etagere Frame is weer opnieuw op voorraad. En mocht je hier een nieuwe DIY mee willen zien met de herfst, laat dat weten. Misschien ook leuk voor de mensen die al zo'n etagere hebben. Dan kan ik eventueel los het pakket aanbieden. Dit komt ook elke keer wel weer terug. Tenminste, ik probeer elke keer daarna weer aan te vullen. Maar vanwege de vele grote voorraden verkopen, komt het allemaal tegelijk. Dus elke keer komt er een DIY online. En dan komt er waarschijnlijk een week waarbij ik een vlog laat zien. En waarbij je ook dus pakketten kan aanvullen. Dus dan kan je losse bloemen bestellen. Eventueel een aanvulling van pakketten die snel waren uitverkocht. Dus dan op die manier kan ik dan iedereen elke keer weer voorzien van al het leuks. Dan deze frames. En echt jongens, deze is ook echt een topje. Hier heb ik geen onbeperkte voorraad in. Dus voor dit geldt wel op is op. Even kijken of ik hem uit elkaar krijg. Ja, ik heb het in twee maten. Deze is ook heel tof met een bol of misschien een ander leuk object. Ik zag laatst wel een soort gelijke bij groothandel. Dus mocht je deze wel graag in de DIY willen zien, laat dan weten. Voor deze geldt dus op is op. Ik heb hem in twee maten. Extreem groot en ook groot. Dus ik zie dat er een spinnetje tussen zit. Maar dat mag ik erin drukken. Erg tof. Heel erg leuk vind ik die. Zoals je kan zien vullen de schappen zich goed. Ik haal echt grote voorraden aan. Ik hoop dat jullie mij zo hier ook nog goed kunnen zien. Want ik heb echt geweldig mooie zware frames. Deze en die heb ik ook in het donker. En het leuke vind ik eraan om in die rondjes om daar dan een steekschuim te doen. En daar een bloemstukje in te maken.
helaas ook niet genoeg van DIY, maar wel om zo los voor jullie te laten zien. Heb ik ook weer in kleintjes. En dit is echt hele mooie kwaliteit. Het is echt metaal. Heb ik ook in het zilver kleuren. Dan heb ik nog een iets ander soort vlinder. Ook echt heel erg tof. En nou weet ik niet of ik hem nou net heb laten zien. Maar de ETCR is ook terug in mangohout. Volgens mij heb ik dat verteld. Maar mijn telefoon was te warm in de zon. Dus ik moest eventjes tussendoor een break nemen. Dus dat is echt hier een mooie pakhuis. Want ik ga gelijk alles even mooi fotograferen en op de website zetten. En dan heb ik verschillende soorten ringen. Ja, echt verschillende soorten. En het leuke is misschien om daar wel weer een DIY mee op te nemen. Maar laat me weten als je dat wil zien, want dat heb ik al eens vaker gedaan. Maar misschien wel heel leuk om bijvoorbeeld richting de herfst weer een mooie krans mee op te nemen. Laat me dat vooral even weten. En ik ben even bij gaan zitten, want ik heb hier heel veel ringen voor me. Waaronder deze, leuk het. En die kan je draaien, zoals je kan zien. Maar die kan je ophangen. Het zijn allemaal best wel mooie grote ringen. En die heb ik ook in een maatje kleiner. Ook heel erg tof om op te hangen. Dan deze. Die kan je zo gebruiken. Maar ook eventueel zo onder elkaar. En dat heb ik ook in het goud. En die heb ik ook in het groot en in het klein. En dan heb ik nog standaard ringen. Wat grotere. Deze en ringen met een haak. Dat is deze. Ook heel tof. Dan heb ik deze leuke vlinders. Echt heel luxe. En die gaan een setje van 2 per kleur. In het rood, oranje, roze, groen en zilver. En deze heb ik weer. Die heb ik in het verleden ook vaak gebruikt. Daar werd ook weer veel naar gevraagd. Die heb ik ook in het wit. Die heb ik in 2 kleuren. En deze toffe ondergrond. Daar komt ook een DIY mee online. Het mooiste is dat hier al plastic in zit. Dus het is erg makkelijk met steekschuim en dat soort dingen. Met verse materialen. Wel heel mooi natuurlijk. Toch een beetje dat wittige. Dat white was. Ja, en dat is echt, vind ik altijd heel erg mooi in combinatie met wat romantische stukjes. En dan was dit het voor vandaag. Met de kortingscode Carlijn krijg je vandaag 10% extra korting. Ook op het nieuwe assortiment. En ook op de sale geldt op de hele website. Carlijn schrijft met een C en een EI, maar dan weten jullie link ondertussen wel. Je ziet mijn naam overal wel voorbij komen. Hè? Ik ga alles op de website zetten. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik zit helemaal onder de stof. En ik heb het behoorlijk warm. Maar goed, het moet echt genieten van het weer. En dat doe ik ook volop. Ik ga alles online zetten. Ik hoop dat jullie het weer een leuke video vonden. Ondanks dat het even met mijn telefoon gefilmd was. Hoop dat jullie daar niet te veel aan hebben gestoord. Ik heb ondertussen bericht dat mijn camera helaas niet gemaakt kan worden, maar er is een nieuwe onderweg, dus dan komen er gauw nieuwe DIY's online. Ook nog even een mededeling, volgende week zaterdag is er geen video online. Ik ga er even een weekje tussenuit om even op te laden en weer volop met volle energie straks de herfst in te kunnen. De website is een weekje gesloten. Je kan gewoon bestellen, maar de orders worden later verzonden. Het staat ook op de website, dus dan kan je het allemaal vinden. Ik hoop dat jullie dat niet erg vinden en een beetje begrip, maar dat is vast, vinden jullie vast goed. Ik ga even genieten van een vakantie met de kinderen. En ik wil jullie bedanken voor het kijken en dan zien we de volgende keer weer. Doeg!